Kijk, je bent ook in een ander hoofdstuk van je leven terechtgekomen. Dat heeft, bij de ene die blijft kip lekker, weet je wel. En de andere, zoals ik. Ja, en dan heb je dat voortschrijdende ziektebeeld. Maar als ik heel eerlijk ben, gaat het eigenlijk, weet je wel, ondanks afnemende conditie. Ja. Ja, weet je wel, ja, dit was wat te verwachten was. Maar ik heb wel hulp nodig, hè. Dat is, ik kan niks sjouwen. Bukken wordt steeds moeilijker. Want de longemfyseem is erger geworden, toch? Ja, joh, ik kan echt, ik moet in kabbelend water. En het is allemaal, maar allemaal, ja, van die dingen. Ik kan, lopen wordt ook moeilijker, problematischer. En dan ga ik de hele tijd, wat je gaat doen is nadenken. Van oké, als ik naar de bakker ga, dan moet ik 30 meter zo, dan 20 meter zo. Dan is daar een stoplicht, kan ik daar stilstaan. Weet je wel. Dan als ik mijn brood bestel, dan blijf ik even buiten de winkel wachten. Zodat ze niet zien dat ik heel erg heig. Nou ja, noem maar op. Dan heb ik bij het brood bestellen, heb ik even een paar minuten om stil te staan. Zo, weet je wel, zo ga je eigenlijk routes langs. Ja. Nou, dat doe je, normaal mensen doet dat niet. En je bent gewoon heel zwak. En dat wordt steeds meer openbaar. Ja. Hoe bedoel je openbaar, dat mensen het weten? Nou ja, je ziet het gewoon. Mijn schouders gaan omhoog. Ja. Soms dan is oversteken van de straat, moet je al hard over nadenken. Of je het haalt? Ja. Nou.